Wat een werk jij, joh. Ja, waar zit ik nou? We zitten in Bree. We zien weer een Bree en Wal bij de fabriek. Nee, niet schrikken. Nee. Hoest niks te doen, hoest niet te knutselen, hoest niet te zagen. We gaan hier binnenkijken, dit gebouw, dit heet de fabriek. En zal dus waarschijnlijk vroeger wel ook een fabriek geweest zijn. Maar hier zitten hele bijzondere mensen. Hier zitten gasten die naar het atelier komen. En wat voor gasten? Dat zullen we dadelijk van zien. Hij is iemand ook bij de fabriek, hey, die ik nog ken van vroeger en die ik gevraagd heb, mogen we ze een keer komen kijken? En dat is Trudy Maas. Hey. En ik hoop dat het hij is, want dan zei van, ja, kom er een keer aan. Nou ja, goed. Dan gaan we kijken waar de ingang is. Hey, overigens, ik ben hier een tijd geleden geweest. Ik heb ze ook spelen met mijn kleinkind, wel hartstikke gezellig. En zodoende dat ik hier eigenlijk een beetje weer ben gaan kijken. We gaan eens even heen kijken, hier is de ingang. Dus als het goed is, moeten we hier ergens uitkomen. Ik ben toen de kant op gegaan, dus ja. Kun ze erin? Ja. Nou, ik ben zelf heel nieuwsgierig. Maar ik denk, hier is het nog niet zo druk, maar ik denk dat ik Trudy en die mensen waar we hier nu eens gezellig naartoe gaan, dat we die hee zullen treffen, Tom. Kom eens mee. En een goeiemorgen. Goeiedag. Kijk eens wat gezellig hier al, zeg. Zo, leuk. Moet eens kijken. Hallo Trudy, hey, hoi. Goedemorgen. Zeg, wat gezellig al die. Wat ja, leuk. Zeker. Ja, zeker is het heel gezellig en leuk. Zo beginnen we de dag. Zo begint je de dag? Ja. Ja, we gaan dadelijk toch van alles even vertellen en zo natuurlijk. Want ja, ik zei tegen Ton, ik ben hier laatst geweest en ik hier bij de speeltuin. Op een gegeven moment kwam ik dicht tegen. En toen heeft hij al met zoveel enthousiasme verteld over wat hier gebeurt. En toen kwam zo nieuwsgierig. Dus toen heb ik gevraagd, mogen we ze niet aan even komen? Ja, ja. En hoe zien we er? En dan zit je dan van harte welkom. Leuk. Ja. Maar wat gaan we nu verwachten? Blijven ze hier nu zitten de kansje morgen? Of, Nee. Want na de koffie, dan begint eigenlijk het actieve gebeuren van de dag. Ja. Want eigenlijk zien ze de ganse dag actief. Maar we smerigs hebben zoiets van, het is fijn om even warm te weren. Dus we doen altijd een warming-up. Oei. En de warming-up, dat gebeurt ook heel goed aan de tafel. En het is niet zo dat we nou weer aan de tafel gaan zitten. Komen we gewoon met z'n allen samen. Maar de gasten bedenken zelf de oefeningen. En wij doen iedereen nou in datgene wat ze dus voor doen. Dus nodig verrassen zou ik zeggen. Wilt je er ook een mee doen? Ja, dat is voor iedereen goed. Joh, ja, denk ze. Ja, dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Oh, ja, dat denk ik al. Dus dat ze zo zeggen. Ja, ja. Oké, okay, ik ga meedoen. Oh, ze geven nu aan wat we moeten doen. Ja. Ik let goed op. Lekker strekken, hoor. Dit is trouwens gewoon oh, meer strekken. 9 en 10. Dat is wel goed voor mijn schoon. Ja, dat is goed. Trudy vroeg nou. Trudy vroeg aan de mensen wat ze kunnen doen voor de warming up. De knieën omhoog. De knieën omhoog. Ik heb het echt nu in de uur. Oh, nou weer staan. Oh, we gaan staan. Tom, kijkt die mevrouw door het vuur door? Dan moet ze stoot. Ja. Kijk, het zo? Ja. Maak nou eens keur. Dan moet ik moet lopen. Als ze daar. Oh, dit lukt me wel. Dit lukt me wel. Wat goed vanaf mevrouw. Kijk door Tom, kijk door. Mevrouw met einde en arm in de verband en toch doorzetten. Hè. Geweldig. Dit is Sjaak. Sjaak is chauffeur. Dit brengt de mensen morgens, maar dit doet ook nog Yvrie mee. Kim, vertel even wat we moeten doen. Ja, we moeten zo staan en dan zo draaien naar de kant en naar de... En twee keer naar de kant. Oké, dan gaan we weer.
1, 2, 1, 2, 1. En wel om blijven rollen. 7, 8, 9 en 10. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. En oren, ogen, puntje van je neus. Hoofd, schouders, knie en teen, knie en teen. Nou, dat ging geweldig. Dat mag je. Altijd nog één. Nou, ja. 10 keer, hè, dames en heren. Hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik dank u hartelijk. Ja, Ton, ik zit hier even. Ja, mag ik toe zeggen? Ja, ze hebben natuurlijk. Het me gezegd. Ja, zeker. En je zegt net al tegen mij van ja, ik zie het niet zo goed, maar je hebt wel van alles te vertellen volgens mij. Jawel, jawel. Ja, ik wil dat vertellen wat hier de ganse dag gebeurt. Oh, dat vind ik mooi, ja. Ik heb nou gezien dat we nou gegimd hebben. Ja. Dat is voor ons een beetje fit te maken. En dan gaan we dadelijk naar de gespreksgroep of naar de atelier voor wat te doen. Er zien mensen bij die schilderen en er zien ook mensen bij die boek lezen. Alles mug, niks moet. En wie veel genoeg dan? Wat is dat voor gevoel eigenlijk? Alles mug? Ja, dat wil zeggen, als ze hier lezen thuis, dan ga je ze lezen. Wilt ze hier schilderen of tekenen of boetseren of hetzelfde wat, dat kan allemaal. De vrijwilligers helpen dicht op mij en met de gespreksgroep. Er is één vrijwilligster die vroeg vragen. En dan hebben we kaarten en er staat van alles op. De kind het beantwoorden, maar de hoeft het niet. Als het een beetje triestig is, dan duidt men dat niet. Ja, ja, dat zei hij niet op die kaart. Moet ook een beetje vrolijk blijven. Ja, ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar volgens mij heb je dat gans in nog, dat vrolijke, of niet? Dat bief? Volgens mij heb je dat vrolijke gans in nog. Ja. Ik zie er dan nog een laagje. Ja. Ik zie niet. Ik praktisch niks meer. Nee? Ik ben gewoon blind, maar dat maakt niks uit. En dan, als we dan die gespreksgroepen hebben, hè, en dan is het 12 uur. En dan is hier de tafelsfijn gedekt en dan gaan we eten. En dat is heerlijk, want die dames die koken, die doen het geweldig. Ja, dat vind ik, wat die op tafel brengen, echt worden, dat is geweldig. Dus compliment aan de kookclub, ja, toch? Ja, ja, ja. Gaan we door, ja, dadelijk even stiekem heel kijken, joh. Ja, heel fijn. Help je dokker hier in de keuken mee? Ja, ja, vaker altijd. Ja, ja, ja. Altijd, op de dinsdag altijd. Ja. En vind ik het leuk om te doen? Ja, ja. Ik zie het dan nog, dat je nog wonnen hebt. Ja, ja. Ik kon nog niet lang afleiden, want volgens mij is niet nog anders dadelijk een stuk van de vingers. Nee, ik hoor nog even lekker door, want zeg, veel plezier eraan. Ja. Oh, oh. Kunnen we blijven eten? Om 12 uur eten we, dus je kunt blijven eten. Ja, oh, heel. Wie geeft dat? Ik zie nog heel een hele tijd aan de gang. Dat gaat het alleen? Of, Nou, samen met u, hè? Ja, u mijn steun en toeverlaat. Ja, dat is echt. Ja, zeker. We hebben altijd de salade. En ja, de rest, we moeten op tijd beginnen, inderdaad. Ik stond hier al een hele tijd van, nou, schreef het niet klaar voor 12 uur. Ja. Dus, want voor wie van maan zie je nooit koken? Ja, vandaag zitten we met 22 maan aan tafel. Dus, dat is niet een beetje. Nee, dat, maar goed, dat gaat prima, hoor. Dat ja, ik laat het gewoon werken, doorwerken, want anders dan storen we nog niet de hitte straks. Ja, fijn, dank je. Maar mevrouw, wat prachtige kunstwerken, zeg. Ja, ik zit ook al bijna 5 jaar hier. Ja, in november. Al 5 jaar? Ja. En dit is uw passie, schilderen, ja, leuke vind dingetjes ik heel leuk maken. Ja, ja, ik zie heel het. Leuk. Wat zeg je, mevrouw? Dat ganse blaad heb ik gans klaar gemaakt. Door neven de deur. Wacht even, laat me eens even kijken. Neven. Oh, wacht, ik geloof dat ik het al zie. Even kijken.
Mevrouw, laat eens even kijken dan, waar. Heb jij dit gemaakt? Je ziet een kunstenares. Ja, ik heb er al heel veel gemaakt weer. Ik ben bijna bij de 20, dus... Echt waar? Ja. En ik doe het met alle plezier. Ik vind het geweldig. Prachtig. Wie geknipt dingen? Geknipt en, ja. En dan doe ik ze zo en zo door alle kanten uit. Maar zo mooi wie je die kleuren met een... Ja, dat moet ook. Ja. Als ze dat niet duist, dan hoeft ze het niet te doen. En wat ben je ze erop het plakken? En... Met dingen, plaksel en plaksel ook. Ja, ja. Ja, en dan wordt als hij klaar is, dan wordt hij gelakt. Oh, dan wordt hij gelakt, dat hij goed blijft ook. Ja. Oké. Okay. Vind je het leuk om hier te werken? Heel fijn, heel fijn. Iedere dag is prima. Ja? Prima donna. Prima donna, u bent ook een prima donna. Hoor je geweldig. Ja, heel leuk, heel mooi. Ja. Dit is heel fijn werk, ja. En heel dankbaar, ik zie de mensen allemaal zo gelukkig. Ja, dat is zeker dankbaar. We moeten er samen iets van maken. Dat, ja. Dat vind ik het leuke ervan, samen. En wat dat genoeg? Je laat ze aan haar werk en dan ze heen door een tip of even helpen met het materiaal? Ja, ja. Kijk, nou, wie min die vroeg mij nu om een leuke blauwe kleur te zoeken. Ja, ja, ja. En dan kijk ik met haar samen voor wat erbij past. En zo heeft elkeen zijn vraag soms, of niet, dus hè? Want soms zijn ze heel ijverig. Ja. Ook in de oren wel heel erg ophalen. Ja, en ook, we zetten meestal een muziekje op voor de sfeer. Ik huurde vast een oren. Ja, precies, en soms tussendoor dan zingen we of dan dansen we. Ja. En de mensen breng ik dan een glaasje water, want het is ook wel lekker, als de koffie is gehad. Ja. Ja, en maar dan... ik zie die mensen zo tevreden, zo blij allemaal, hè? Dat is toch... Ja, dat komt gewoon dingen omdat ze hier... Ja, toch lekker bezig kunnen zien wat ze zelf fijn vinden, op haar eigen manier. Dat vind ik ook heel belangrijk, hè. Kijk, als ze zich kunnen zien, is ze een keer, dan ga je ze door lekker zetten of dan ga je ze een boek pakken of... Maar ook kennen, hè. Trudy, we hebben al van alles gezien, maar daarachter zie ik ook nog mensen zitten. Wat gebeurt er? Ja, er is nou op dit moment een gespreksgroep is er bezig. En de gespreksgroep, dat kunnen gasten zelf verkiezen om daar mee te doen 's morgens. Het gaat over van alles, dus net wat de mensen zelf ook willen aandragen. Er zit altijd een vrijwilligster of een medewerkster bij. En die sturen dat zeg maar ook een beetje, dat iedereen ook een beetje aan het woord komt. Maar ook daarin is de gast door actief aan het meedenken van goh, hoe zullen we het over kunnen hebben. Natuurlijk geven we toch wat inspiratie met. Maar meestal krijgt een gesprek, krijgt toch een wending, waar de gast ook weer door de hoofdmoot zeg maar in heet. Dat is een mooie ook, hè? En zo moet het eigenlijk ook. Hè. Dus niet, dat willen we dus niet. We gaan het niet verzinnen. Nee. Laat het maar uit de mensen zelf komen. Heb je meugen door even en geen meugen, en normaal gesproken ook niet, maar nou meugen je daar even gaan luisteren. Wat een sfeertje, zeg. Beden op een haard. Ja, dat is gezellig, toch? Dat is dat geur van inspiratie, of niet? Ja, precies. En in zo'n mooie steul, dat is nog geweldig, hè? Dat is helemaal en dan zo'n geweldige gasten in die steul, dat is ook nog mooi. We hebben een van de gasten met toe wel gebrond net. Ja, en de meneer, daar hebben we net al huren spreken, dus dat zit hier wel goed wat betreft het verhoren vertellen, denk ik. Hè? Of... Nou, die mevrouw vertelt net ook nog van, het is zo fijn, hé, we hoven hier niks, maar we mogen hier alles. Ja. Je hebt nu voor de kring, noem ik maar even, heb je een onderwerp, of hebben ze zelf de mensen een onderwerp aangebracht? De bedoeling is dat ze er zelf mee komen en dat doen ze ook. Vorige week hebben we het onderhangeren gehad over Toon Hermans, wat voor herinneringen en belevingen ze door mij hebben. Ja. En nu heeft deze meneer nog een week dat buksje meegebracht met 75 woorden over Toon Hermans. En daar waren we net over aan het praten. Dan storen we je ook niet, dan luister alleen heel even. Meugd, hè? Dat mogen natuurlijk. Ja, gewoon even luisteren. Maar we hebben het ook gehad, en dat is misschien ook wel fijn, want alle gasten die hier zitten, die zitten door andere redenen en ook met andere achtergronden. En ze hebben net van een verteld wat er zo aanspreekt in de anger. En Annie, wat heb jij toen gezegd van Nel? Wat vind je zo knap aan Nel? Dat hij zo'n doorzettingsvermogen heeft. En dat hij altijd met een blij gezicht hier zit. Ja, dat is toch prachtig. Dat is iets wat Gees zegt van nou, dat vind ik zo mooi van Nel. Dat is zoveel. Ja, dat is geweldig. En zo heb ik met dingen toch ook.
Met Toe. Toe. Met Toe, ja. Ja. Ja, zo toe. Knap van u, wie die door, tussen de groepstijd en op uw leeftijd en ze ziet binnen niks. Prachtig. Wat duidt dat met ook als iemand zoiets moois van me vertelt? Ja, fijn. Ja, hè, dat is mooi, hè? Ja, ja. Maar ik zoek ook al met een ermen, je ziet zo vrolijk. Je hebt een ermen verwandeld, ja, we hebben ook aan de tafel gezien. Ik ben blij dat je ook een brood. Ja. En te zien er ook bij die markette brood. Dat is heel erg. Ja. Ja. En je ziet blij met wat je wal nog kent. Ja, heel blij, en wat ja. Je wal mag doen. Ja, en ja. Ik probeer zoveel mogelijk te kennen doen. Ja. Ja. Ja, Karel, ik zie de tafel is bijna klaar, hè? Het is bijna klaar, ja. Het is bijna klaar. Alleen nog soeplepels en puddinglepels, dessertlepels en de waterkannen. De deur staat heel rustig, ja. Hè? Dat is echt een systeem voor de zelf. Ja, mooi. Ja. Mooi. Het ziet er keurig uit. Dus je ook aanpassen straks? Of? Bestek doe ik poleren, schoen maken voor morgen. Zo. En de tofels schoen maken. Oh ja, dat is allemaal dat. Ja. En dat het spul zal wel in de vaatwasser of ja, zoiets gewoon. Ja, ik heb allemaal een vaatwasser. Mooi. En dan kon ik vanmiddag, het is bijna middag, kon ik aan mijn werkstuk beginnen. Ik ben als chauffeur begonnen. Ja. En ik heb gezegd, nou, ik wil niet naar huis gaan, maar ik kom altijd met de fiets. Ah. Dus dan ben ik van 11 uur toe en dan moet ik hem om 3 uur weer aan fietsen. Ik zeg, den tijd wil ik heen blijven, en anders doe ik het niet. Zo. Dus, en de kennis wie van gekregen? Nee. En ik doe het smiddags, vanavond als die mensen geslapen hebben, dan doe ik spellen met die mensen. En ja, die staan op mij te wachten en als ik te laat ben hey, met klussen, dat, want hoe blijft hij, want we willen spellen. Ach mensen. Als ik dit moet missen, want mijn kinderen moeten allemaal wiet weg. En als ik dit moet missen, dan kom ik in mijn flatje en dan zit ik er alleen te kijken. En dit is heerlijk hoor, dat mogen ze mij niet afnemen. Ik denk ook, ik merk dat er nog, je ziet de gezelligheidsmensen. Ja. Juist ja. Dat samen met elkaar zo ja. Leuk zien. Ja. Ja, samen zien en allemaal. Met elkaar praten en een ene heet dit en een andere heet dat. Maar het is altijd even leuk. En we zingen nog een stukje. Maak spas en plezier. Doe eens toch maar eens. Want straks als het te laat is, dan heb ze spieten van. Je